De repatriatievlucht uit Belém, die gepland was voor gisteren, heeft geen voortgang gehad. Verhalen deden de ronde dat er een aantal suspected COVID-19 gevallen onder de repatrianten was en dat de vlucht daarom is gecanceld. Op de gisteren gehouden reguliere persconferentie heeft Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, aangegeven dat zij het verhaal ook heeft gehoord. Echter benadrukt ze dat de gecancelde vlucht niets te maken had met het suspected COVID-19, gevallen. Feira zegt dat de reden van de canceling te maken heeft gehad met de lockdown in Brazilië. Laat me u ervan verzekeren, de vlucht is niet doorgegaan vanwege een suspect geval. De vlucht is niet doorgegaan vanwege het feit dat voordat je gaat landen, er een heleboel zaken moeten worden gedaan. Kijkt u, alle landen hebben op dit moment een zekere lockdown voor wat betreft de grenzen. En dan moet je dan ook nog wel ervoor zorg dragen dat je tijdig alle informatie door hebt geseind naar het andere land. Het andere land moet natuurlijk ook aan de hand van zijn gezondheidssituatie, gaat dat land ook na. Zijn we klaar om nu weer een vliegtuig binnen te laten komen met inbounders. Net zoals wij kijken, kijk Brazilië ook, er komen mogelijkerwijs 60, 80 Brazilianen moeten teruggaan naar Brazilië. En Brazilië wil daar dan heel rustig mee omgaan. En daar hebben we ook alle begrip voor. Verder haalde Feira aan dat de Surinamers uit Belém alsnog teruggebracht zullen worden. De repatriatievlucht uit Belém gaat volgens haar vandaag door. U mag weten dat wij, zoals we dat ook hebben gedaan met de vluchten Miami, de vluchten Curaçao, de vlucht vanuit Nederland. Wij gaan de mensen eerst screenen voordat ze het vliegtuig instappen. Dus ook in deze worden alle mensen die terugkomen, de repatrianten van Suriname, die terug moeten komen vanuit Belém, zullen gescreend worden, zullen in het vliegtuig zitten met PPE en zullen het proces volgen zoals dat is aangegeven door Volksgezondheid en uitgevoerd door NCCR. Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Zij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis. De repatriatievlucht uit Belém gaat vandaag door.